Maar in werkelijkheid was de premier de hele zomer alleen maar bezig met de beeldvorming en niet met de inhoud. We beleven al maandenlang diezelfde dag. Allereerst veel dank aan mevrouw Hamer voor uw werk, uw toewijding en dat u dit de afgelopen maanden heeft willen doen. Want voorzitter, hoe is het om volksvertegenwoordiger te zijn met een missionair kabinet? Ik zou het niet weten, voorzitter. Ik heb het nog niet meegemaakt. 6 maanden geleden werd ik verkozen tot Kamerlid. En ik had niet gedacht dat wij nu nog over de formatie zouden moeten praten. De heer Rutte had het immers kort voor de verkiezingen nog gezegd. Niemand zal ervoor pleiten om midden in de crisis een 6 maanden te gaan praten over 3 cijfers achter de komma. Eens. Maar in werkelijkheid was de premier de hele zomer alleen maar bezig met de beeldvorming en niet met de inhoud. En dat dan ook nog achter de schermen. We keken de hele zomer naar dezelfde film, want de formatie leek wel Groundhog Day. We beleven al maandenlang diezelfde dag. En aanvankelijk leek er nog wel vaart gemaakt te worden. Het leek kat in het bakkie. 2 formateurs gingen aan de slag. Eentje van de VVD, eentje van D66. Oké, het ging even mis toen uitlekte dat de onderhandelende partijen de inhoud zo belangrijk vonden dat ze een van hun grootste criticasters weg wilden promoveren naar een functie elders. Want dan waren ze geen tijd meer kwijt met bijzaken zoals het beantwoorden van kritische vragen uit het parlement en kon het tenminste weer helemaal gaan over de inhoud. Kat in de bakkie. En in het debat van 1 april kwamen er ook nog grootse ideeën en beloftes. Transparantie, een nieuwe bestuurscultuur, akkoord op hoofdlijnen. Prachtig. Kat in de bakkie. En met meneer Cenk Willink kon het toch ook niet misgaan. Beginnen vanuit de inhoud en dan pas de partijen erbij zoeken. En toen gaf mevrouw Hamer in juni ook nog eens aan dat er inhoudelijk geen onoverbrugbare tegenstellingen waren. We zijn er bijna, dacht ik, want zo werkt dat in Nederland. Bruggen bouwen, samenwerken, kat in de bakkie. En VVD en D66 gingen een proeven van een aanzet tot een opzet van een mogelijk regeerakkoord schrijven. Dat deden ze lekker in de zomerse luwte, weg van de beeldvorming. Althans, die illusie hadden we toen nog. En GroenLinks en PvdA kwamen vervolgens met een grote glimlach uit de stadhouderskamer. Kat in de bakkie, voorzitter. Het was niet dat de dubbelfuncties van de staatssecretaris roet in het eten gooiden, of de overstap van de minister naar een lobbybedrijf. Dat had ik me namelijk nog voor kunnen stellen. Nee, wat bleek, en ik lees het in het verslag van informateur Hamer, dat de partijen de beeldvorming niet hebben kunnen loslaten. En daar was dus het toneelstukje. Rechts wilde niet met links, terwijl links duidelijk aangaf te willen regeren. Waar ging het mis? En als ik het verslag lees, dan kan het niet de inhoud zijn geweest. En ik wend mij via u, voorzitter, tot de premier. Want sloot u PvdA en GroenLinks uit angst voor uw eigen achterban? Want is het consolideren van de macht dan echt het hogere doel? Het gaat er toch uiteindelijk om wat u met die macht doet. Want voorzitter, waar we naar kijken is een gebrek aan leiderschap. Het ontbreken van de wil om veranderingen vorm te geven en uitdagingen aan te pakken. En voorzitter, dit land verdient een premier die zijn enthousiasme gebruikt om het land vorm te geven. Die mensen durft te overtuigen van de juistheid van zijn visie. Een premier die het IPCC-rapport serieus neemt en zijn kop in de wind durft te gooien om een klimaatcatastrofe af te wenden. Wat zou het fantastisch zijn, voorzitter, als Nederland een premier zou hebben die niet zou bezig zijn met de beeldvorming, maar juist met visie. Omdat het premier zijn niet het doel is, maar het middel. De heer Remkes en zijn generatie durven de problemen te benoemen en oplossingen aan te dragen. Laatst nog in het stikstofrapport. Zijn zij niet vergeten dit door te geven aan de volgende generatie? Als informateur heeft hij mogelijk de kans om dat goed te maken. Dank u wel. In het torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Ja. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. We zijn ambtsgenoten. Ben je blank, hetero en hoogopgeleid, moet je sowieso je bek houden.